Dag dames en heren, u kijkt naar de derde helft van maandag 4 november met vandaag drie gasten uit de voetbalwereld. Lieven Gevaert is sinds begin dit seizoen de trainer van derde divisieclub Hoek. Hij kwam pas een paar dagen voor de start van de competitie bij de club binnen, maar lijkt het al aardig op de rit te hebben, want in de competitie staat Hoek in de top 3 en deze week deed het in de beker heel aardig mee tegen PEC Zwolle. Nog een voetbaltrainer aan tafel, want Middelburger Rogier Veenstra is sinds dit seizoen actief in de wonderenwereld die de tweede divisie heet. Dat gaat met vallen en opstaan en we gaan het hebben over de kansen dat ASWH met Veenstra in die tweede divisie kan blijven. En verder aan tafel zaalvoetballer Said Bouzambou uit Oost-Soeburg. Hij deed vorige maand een gooi naar plaatsing voor het WK zaalvoetbal. Dat lukte net niet. Krijgt hij nog een kans? Dat is natuurlijk de vraag. Maar we beginnen zoals altijd met de stellingen. Daarop kan het antwoord ja of nee zijn. Lieven, voor mij is het seizoen alleen geslaagd als we promoveren met Hoek. Ja. Rogier, als ik bij Goes was gebleven, hadden ze nu een stuk hoger gestaan. Nee. Said, door het mislopen van het WK zaalvoetbal kan ik deelname aan een groot eindtoernooi wel vergeten. Nee. Lieven, alleen geslaagd als jullie promoveren, dan leg je er flink wat druk op. Goed, ja, je speelt altijd voor iets. Moest ik nu komen te zeggen, wij spelen om lekker mee te lopen in de derde divisie, dan heb je niks aan je seizoen. En dan zou ik er ook geen trainer zijn, denk ik. Is het ook de enige opdracht die je mee hebt gekregen bij de club? Nee. Er waren verschillende opdrachten. Er was wel wat werk op de plank in Hoek. Maar er was er wel eentje van zo lang mogelijk voor die promotie te strijden. Ja. Maar dat is wat anders dan het ook echt halen, hè? Dat is wat anders en gelukkig is dat is net het mooie aan voetbal. Als je enkele seizoenen geleden een Leicester zag in de Premier League die de titel speelt, dat is net het mooie eraan. Je hoeft niet altijd het grootste budget te hebben of de beste spelers. Dus er liggen wel kansen, absoluut. Rogier zegt, als ik bij Hoek was gebleven, hadden ze niet hoger gestaan. Ben je dan ook niet verbaasd door de plaats op de ranglijst op dit moment? Bij Goes. Daar blijf ik wel bij wat ik zei. Er zijn verschillende redenen waarom ik denk dat ze op die plek staan. En ik was 2 jaar lang heel fanatiek met die groep bezig. En ik voelde wel dat het, ja, daar zullen de spelers misschien anders over denken, maar ja, het echte enthousiasme van mij, de uitdaging, de prikkeling, ja, dat wordt als je 2 jaar heel intensief met elkaar werkt, wordt dat wel wat minder. En dan weet ik niet of ik dit jaar nog steeds er alles voor over kon hebben en ook in de situatie was geweest om ze nog steeds veel beter te maken. En daarnaast, ja, er zijn goede spelers weggegaan. De zaterdag derde divisie, ik denk dat iedereen dat nu in Zeeland ook wel weet, is sterker dan de zondag derde divisie. Dus ik denk dat er genoeg redenen zijn om te zeggen dat ze zo laag staan. Ik denk niet dat ik daar als trainer het verschil in had gemaakt. Nee, en zie je ze het nog redden dit seizoen? Of, Ja, dat wel eigenlijk, want het is niet zo dat ik alle ploegen ken, alleen ik weet wel wat Goes kan. En ik heb nu, ik ben tegen Cambuur, ben ik voor de beker, ben ik gaan kijken en toen zag ik wel weer heel veel energie in de ploeg. En je kan zeggen dat dat niet alleen genoeg is, want het gaat ook om kwaliteit. Maar ja, ze kunnen gewoon heel goed voetballen en ze hebben nog steeds een smalle selectie. Alleen ik weet wel wat de afgelopen 2 jaar de kracht was. En dat was wel in een hele hoge intensiteit voetbal spelen. En dat zag ik wel die dinsdag weer terugkomen. Dus ik ben ervan overtuigd als ze weer een beetje in die flow komen. En er komt zometeen een trainer waar spelers zich weer prettig bij voelen. Weer met heel veel plezier gaan trainen. Dat op zaterdag wel zijn vruchten gaat afwerpen. Said, het lukte niet in Roemenië voor jullie. Maar de hoop is dus nog niet vervlogen? Nee, vind ik niet. Er zijn nog heel veel mooie andere eindtoernooien die we kunnen halen. Sowieso organiseren we het EK in eigen land in 2022 in de Ziggo Dome. Dus er zijn mooie vooruitzichten. En voor mij dan ook de eerste keer om een groot eindtoernooi te spelen. Ja, en je bent nu 29, dus dan 32. Is nog op tijd, hè? Is net op tijd, denk ik. Nee, we gaan gewoon proberen zo lang mogelijk te voetballen op dat niveau. En in ieder geval een heel mooi vooruitzicht. En straks ook zeker als ik 32 ben. Is een zaalvoetballer eerder afgeschreven dan een veldvoetballer? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het niet. Het ligt er ook een beetje aan hoe je met je lichaam omgaat. En ik doe dat volgens mij op een goede manier. Dus ik hoop wel tot eind 30ste ongeveer te kunnen voetballen. Wij gaan verder met ons weekoverzicht van de sport. En dat gaat over het meest besproken dingetje van afgelopen dinsdagavond. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Ja hoor, geen enkel probleem. Mag het licht uit? Alles op de...
Vond je ervan? Ik vond het leuk. Dan doen we het nog een keer. Wat een seizoen voor de voetbalclub Goes. Eerst de voorzitter weg, dan de trainer weg en nu het licht weg. Ja. Maar bekijk het ook eens van de positieve kant. Twee keer was Cambuur in de aanval, twee keer ging het licht uit en twee keer geen tegendoelpunt. Goed geregeld. Ik vond het leuk. Dat hadden ze zaterdag ook moeten doen. Toen Goesenaar Kyle Doesburg het winnende doelpunt voor Stedoco scoorde tegen Goes. Ja, ik denk dat ze dat slimmer hadden kunnen doen. Misschien ook wel moeten doen, maar ja, voor ons is dat alleen maar gunstig natuurlijk. Had er dan niemand even de lichtknoppen kunnen saboteren? Waar zijn ze, als je ze nodig hebt? Ik denk nog in de kleedkamer, ik weet het ook niet. Ja, hij kon uitgespeeld worden, Rogier, jij zat op de tribune. Ja, wat was de sfeer toen het licht uitging? Nou, hij hoorde wel redelijk snel weer typisch Goes. Er gebeurt altijd wel iets. En ik moet zeggen dat ik wel onder de indruk was van de kwaliteit van de lampen. Want het is echt heel mooi licht. Toen ze aan waren. En het is ook wel fijn dat op het moment dat ze uitgaan, je met LED-verlichting volgens mij ze gelijk weer aan kan zetten. Maar er zijn ook regels. Want ik hoorde ook dat als het voor de derde keer uit zou gaan, ja, dat het wel eens gestaakt zou moeten worden. Dus ik was blij dat het niet gebeurde. En volgens mij ging het afgelopen zaterdag wel goed. Ja, zaterdag ging het allemaal goed. Wij gaan het hebben over Hoek. Want een deel van de selectie wilde absoluut geen Belg meer. Maar die kwam toch toen Hugo van der Heede vlak voor de competitie opstapte bij Hoek. De 42-jarige Lieven Gevaert uit Oudenaarde nam het over. Zijn eerste stap richting Nederland. En dat gaat eigenlijk sindsdien hartstikke goed. Want Hoek reikt de doelpunten aan één. Dit is er eentje van Regilio van der Pitten. Ja, Lieven, 30 goals al in 10 wedstrijden. Heeft dat met de tactiek te maken? Voor een stuk wel, denk ik. Als je er net sprak over voorwaarden en ambities en zo, dan was het toch wel uitgesproken om offensief voetbal te brengen. Dus dat proberen we te doen. Soms gaat het iets te offensief, vind ik, en is de balans een beetje weg. Maar dat we 30 prikten, dat is niet voor niks zo. Ja. Nee, en hebben jullie dan misschien wel te weinig punten voor een club die er al 30 gemaakt heeft? Ik vind van wel. Ik denk dat we van de 3 verlieswedstrijden er 2 hadden moeten winnen of op zijn minste punten behalen, ja. Ja, en daardoor is er al een achterstand op koploper Sparta Nijkerk, die het geweldig doen als promovendus. 3 punten achter en een wedstrijd meer gespeeld. En dan komt er een maand aan met alleen maar topaffiches op het programma. Ja, maar goed dat we nu 9 uit 3 halen en een goede prestatie leverden in de beker, denk ik. En dan tankten we toch wel wat vertrouwen. En dan kan je wel eens zeggen bij een uitwedstrijd een topper van oké, we spelen niet voor een punt, maar we zijn tevreden als we een punt halen. Hoe bevalt dat tot nu toe bij Hoek? Ja, super. Eerlijk gezegd heb ik heel lang getwijfeld om het aan te nemen. Maar na een 3-tal gesprekken werd het altijd maar, het gevoel werd altijd maar beter. En toen vroeg ik echt aan mijn dochter van, zou ik het nu doen of niet doen? En toen zei ze tegen mij, papa, waarom zou je het niet doen? En zei ik, eigenlijk is het waar, kan even goed dat gat induiken. En dat is me tot nu toe enorm bevallen. Ja. Want je zei bij je aanstelling van uit de gesprekken blijkt dat ze hier bij Hoek nuchter zijn en niet impulsief. Ja, wij kennen ze wel eens wat anders hier eigenlijk. Ja, maar goed, dat was mijn eerste indruk dan. Ik las ook wel dat ze al 21 trainers hadden op de laatste 20 jaar. Maar uit die gesprekken bleek toch dat het mensen waren die iets van voetbal kenden. Ik vond ook het idee dat een technische commissie bestaat, los van een sponsorcommissie en van een vereniging, vind ik eigenlijk super. Als ik dat dan vergelijk met België, waar heel vaak één voorzitter met heel veel geld de plak zwaait, dan denk ik dat het in Hoek wel beter in elkaar steekt. Ja, jullie trainen met Hoek 3 keer per week. Daarnaast is er op zaterdag de training, of de wedstrijd natuurlijk. Dan ben je ook nog bezig met de cursus voor het hoogste Europese trainersdiploma. Ja, is het fulltime werk voor jou of doe je er ook nog wat naast? Ja, het is anderhalf, denk ik. Naast dit alles hebben we ook nog 3 kinderen die een beetje tijd vragen. Plus, ik werk ook nog 2,5 dag in het onderwijs. Basisschool, dus het zijn wel pittige dagen, ja. Ja, en is dat te combineren? Ja, het is uiteraard te combineren. Het vraagt wel iets, maar als je alles goed plant en je hebt ook een gezin achter jou en een vrouw achter jou die je daarin steunt, dat is ook wel belangrijk, dan,
Dan heb ik het liever zo dan dat ik hele dagen loop te niksen. Ja, Rogier, jij bent bij ASWH trainer dit seizoen. Je doet ook allerlei dingen voor de jeugdvoetbalopleiding Zeeland. Voor jou is het voetbal wel je dagelijks werk. Is het mogelijk, denk jij, ja, blijkbaar wel bij Lieven, maar om trainer in de derde of tweede divisie te zijn en daarna ja, te werken of misschien wel fulltime te werken? Ja, het kan wel. Ja, tuurlijk. Het is maar net hoeveel energie je erin wil steken. Er zijn ook trainers geweest die ook bij Hoek hebben gezeten. Die ook een stuk moesten rijden vanuit België. Die zeiden van ja, ik heb geen tijd om nog beelden te gaan kijken van de wedstrijden. Ja, dat is volgens mij de tijd die je zelf vrijmaakt. En dat merk ik nu zelf ook wel. Want ik train ook nog steeds 3 keer. Nog steeds in het weekend 1 wedstrijd. Alleen ik ben net eventjes wat langer onderweg op die dagen. Dus het is maar net hoe gek je van het spelletje bent. Hoe graag je iets wil bereiken. En ik denk, ja, coach betaald voetbal ga je niet voor niets doen. Dus dan heb je wel bepaalde ambities. En dat daar heel veel tijd in gaat zitten, ja. Dat wist je van tevoren. Dus ja, hard werken. En dat heb ik al vaker gezegd. Zeker als je als een wat onbekende trainer, of in mijn geval een jonge trainer, iets wil presteren. Dan moet je gewoon keihard werken. En daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Ja, Saïd, we zitten hier aan tafel met 2 ambitieuze trainers. Wat maakt voor jou een goede trainer? Want je hebt er ook al heel wat gehad in je carrière. Zowel in de zaal als op het veld. Ja, inderdaad. Wel wat trainers gehad. Ja, goede vraag. Ik denk voor mij een trainer sowieso tactisch, dat het voor hem duidelijk is wat hij nou tactisch wil en wat hij zelf nou wil. En voor mij is het ook heel belangrijk dat een trainer goed kan omgaan met bepaalde jongens. Want je ziet wel dat sommige jongens een andere begeleiding nodig hebben. En dat zijn wel vaak ook de jongens die beslissend kunnen zijn in je team. Kijk maar bijvoorbeeld naar Ziyech bij Ajax. Ja, die heeft toch een beetje een ander soort begeleiding nodig. En dat maakt... Dat vind ik dan wel, als je dat heel goed kan, dan ben je ook wel een goede trainer in mijn ogen. Ja, zien jullie dat ook zo? Niet elke speler gelijk behandelen, Lieven? Nee, dat lukt. Heden ten dagen lukt dit niet meer. Ik denk dat dit de aanpak is van 20 jaar terug. Maar nu inderdaad, denk ik, zoals Saïd zegt, moet je echt jongens individueel gaan benaderen. Ook een persoonlijke situatie gaan bekijken. Het is anders als je werkt met een jongen die bijvoorbeeld nog naar school gaat, of een jongen die een hele dag gewerkt heeft, een jongen die 3 kinderen heeft, een jongen die nog thuis woont en zijn voeten onder tafel steekt om te eten. Er zijn zoveel factoren waar je rekening moet mee houden. Plus inderdaad, karakters verschillen, dat zeker. Over die vele facetten van het trainersvak praten we straks verder. We gaan eerst even kijken naar ons 1-2'tje met verslaggever Jorben Westraten. Rugby, een stoere mannensport bij uitstek. En de gast van vandaag, die groeide op met een rugbybal in zijn wiegje. Ik ben op bezoek bij... Daniel van der Waal. En ik stel hem geen standaard vragen over rugby, maar ik ga hem juist gekke vragen stellen, zoals... Als je een dier zou zijn, welk dier zou je zijn? En als je gekke vragen stelt, dan krijg je antwoorden zoals dit. Ja, ik zou eerst zeggen, zou ik een hond zeggen? Maar eigenlijk zou ik ook een eend willen zijn. Ben je klaar voor, Daniel? Ik ben er wel klaar, ik hoop het. In welke film of serie zou jij de hoofdrol willen spelen? Ik zou sowieso wel voor The Simpsons gaan. The Simpsons? Ja, ik ga wel voor de tekenfilm. En welke van de Simpsons figuren zou je zijn? Voor Homer. Voor Homer? Ja, ja. En waarom Homer? Dat moet ik, als ik me zo moet denken, dan zou ik een beetje onze thuissituatie zien. Ik zie mijn vader ook met zijn biertje erbij en zo. Ik zou wel zo'n persoon willen zijn, lekker droog. En met wie zou je heel graag een selfie willen nemen? Sowieso Kate Upton. Ja? Ja, dan pak ik. Ik weet wel waarom, denk ik, maar je mag het zelf even uitleggen. Ze heeft een mooie décolleté, laat ik het zo zeggen. Welke speler uit jullie team mag nooit in jouw auto rijden? Peter. Peter? Ja. Waarom Peter? Autistisch. Nee. Dan moet ik, je mag niet op zijn knop te zetten. En ik ben ook zo'n persoon, ik ben mijn eigen muziek en zo. Dan krijgen we ruzie, denk ik. Als je muziekje of je raampje open wil doen, dan loopt hij al vast. Liever seks voor of na de wedstrijd? Voor. Want? Na de wedstrijd heb ik spierpijn. Dan kan je niet meer. Ja, kan wel, maar liever ervoor. Als je een dier zou zijn, welk dier zou je zijn? Ja, ik zou eerst zeggen, zou ik een hond zeggen. Maar eigenlijk zou ik ook een eend willen zijn. Een eend? Ja. Waarom? Een eend zou toch altijd wel een oud vrouwtje naar je toe komen om voor je brood te geven. En je hebt altijd rust. Je hebt altijd gewoon tijd voor jezelf en je hebt genoeg vrouwen mee, denk ik. Wat is het meest gênante moment in jouw leven? Oh ja, ik heb wel een leuk verhaal trouwens. Nou, we waren met z'n 5 volgens mij in Leiden. En we hadden een paar biertjes op en ik kom zo'n kroeg binnen. Er zitten 2 dames aan de tafel. Dus ik trek de stoel naar achter en ik wil erbij gaan zitten. Maar ik zit mis. Dus met 2 voetjes in de lucht. 3 maten komen binnen en ik vraag ze wie me helpt op te staan. Ze lopen zo door.
Ze kennen mij niet. Dat was heel gênant. En wat doe je dan met dames? Nog steeds. Ja, de dames lachten me gewoon uit. Ik ben opgestaan en ben gewoon zo weggelopen. Niet meer gescoord die avond? Niet gescoord die avond. Nee, zeker niet. Kijk, top man. Wat is dat? Ja, scoren lukt hem bij Oemoemenoe wel regelmatig gelukkig, Daniel van der Waal. Ik ga praten met Rogier Veenstra uit Middelburg, 32 jaar pas, maar nu dus al trainer in de tweede divisie. Na het gelijkspel van zijn club afgelopen weekend tegen de Treffers, 2-2 werd het, staan ze nu op de voorlaatste plaats. Ja, Rogier, we kijken even naar wat beelden van afgelopen zaterdag. Hier zien we jou helemaal achteraan de rij het veld opkomen. Ben je zenuwachtig aan het begin van zo'n wedstrijd? Nee, totaal niet. Nee? Ik ben één keer be quick, was ik zenuwachtig, na competitie bij Goes. Maar verder, ik had het van de week nog met Kevin Holland erover, dat ik dat gevoel helemaal niet heb. Het is best wel, kijk, we scoren. Je juicht ook als enige niet, hè? Ja. De rest juicht, maar jij blijft zitten. Ja. Niet te vroeg juichen is denk ik de achterliggende gedachte. Ja. Nou, ik ben ook wel een beetje van bijgeloof, hoor. Waar zit dat bijgeloof in dan? Nou, ik heb wel eens een beetje richting een andere trainer gejuicht toen we met 1-0 voorkwamen en volgens mij vervolgens met 4-1 verloren. Ja. Dat ik zoiets heb, laat ik nou maar rustig op dat bankje zitten. En als we de 2 of 3-0 maken in blessuretijd wil ik echt wel opstaan. Alleen, ik probeer gewoon naar het spel te kijken. En sommigen vinden dit raar, want je werkt hier heel de week naartoe. Alleen, dat zit niet zo in mij om als een bezetene te gaan juichen. Nee. Hoe bevalt het bij jou tot nu toe? Want het is, ik noem het een wondere wereld in mijn aanloop. Is het dat? Ja, ik heb natuurlijk als speler gelukkig kortstondig wel wat dingetjes mee mogen maken op een nog hoger niveau. Maar, je bent prof geweest bij onder andere NAC en Excelsior. Ja, het is echt een hele mooie competitie met veel grote clubs die heel veel naam hebben in het amateurvoetbal. Je ziet tegenwoordig de eerste divisie, keukenkampioen divisie, waar spelers voor weinig mensen spelen. Ja, je hebt bij ons bijvoorbeeld de derby Spakenburg, IJsselmeervogels. Wij speelden afgelopen woensdagavond bij Spakenburg. Ja, het zijn mooie dorpjes, de Bollenstreek. Dan zie je op een verkeersbord gewoon 5 plaatsnamen staan met die allemaal in de tweede divisie spelen. Dus de aandacht van Fox is natuurlijk heel erg mooi, hè. Dan is het ook fijn als je veel wedstrijden wint. Dat is helaas niet het geval dit seizoen. Nee. Maar dat neemt niet weg dat het wel echt een hele mooie komt. Jullie hebben 8 punten, maar zou je jullie ook een beetje kunnen zien als het RKC van de tweede divisie een beetje prongelijk gepromoveerd eigenlijk afgelopen seizoen? Ja, RKC heeft dan afgelopen weekend de eerste overwinning geboekt, maar hebben het ook lastig. Ja. En jullie hebben het ook lastig. Ja, ik... We zijn inderdaad, ASWH, het is voor mij pas meer seizoen, per ongeluk gepromoveerd. Ze hebben gewoon de laatste periode terecht gepakt. Het programma zat wel mee, de concurrentie verspeelde punten. Vervolgens hebben ze links en rechts wat geluk gehad in de na-competitie. Maar uiteindelijk was iedereen het er wel over eens dat ze terecht gewonnen hadden. Dan kom je in die tweede divisie. Ik was al lang met de club bezig van wat willen we met de selectie hebben. Willen we wat jonge jongens, wat jongens van een iets lager niveau, die potentie hebben. Ja, dan zie je wel dat die jongens... Van een eerste klasse naar de tweede divisie, ja, dat is wel een wereld van verschil. Dan ga je wat jongens zoeken, hè, met je last minute, kunnen die er nog bij? Dan is het inderdaad toevallig gepromoveerd. Ik vind dat RKC beter voetbal speelt dan wij. Dat ze best wel wat dominant kunnen spelen. Maar ja, volgens mij hebben wij iets meer punten dan RKC. Dus ik heb tegen de groep gezegd, laat ons het emmen maar zijn. Waar niet iedereen het over heeft, maar links en rechts toch wel wat punten bij elkaar sprokkelt. Wat leer je zelf vooral? Ja, dat is niet normaal. Ik heb nu in de eerste paar maanden meer geleerd dan ooit tevoren. Ik heb 27 selectiespelers, waarvan er 27 vinden dat ze moeten spelen. Ik had er bij Goes 16, waarvan er van de wissels misschien 1 of 2 echt vonden dat ze moeten spelen. Ik las laatste interview. Jesse Bank kwam van het Kloeting onder 19 naar het eerste van Goes. Die snapte wel, ik heb een aantal spelers voor me, ik moet investeren. Ik heb er nu gewoon 15 op de bank. En die moet jij vertellen dat ze niet gaan spelen. Ja, dat doe ik ook netjes. maar ik heb ook weinig succeservaring. Dus als ik op zaterdag win, en dat was voorgaande jaren bij Goes vaak op zondag, dan konden die wisselspelers natuurlijk ook niet heel veel zeggen. Dan heb jij gelijk. Ja, dus nu heb ik er continu een paar aanvallers die zeggen, we creëren toch bijna niks. Of verdedigers die zeggen je geeft mij geen kans, maar we krijgen er wel weer 4 om onze oren. Dus in dat soort opzichten leer ik wel heel veel. Mijn manier van spelen bij Goes strookte totaal niet met wat ze bij ASWH gewend waren qua systeem en qua spelopvatting. Dus moet je dan de Peter Bos uithangen die overal gewoon doet wat hij wil? Of moet je toch ook naar je spelers luisteren? Wat heb je gedaan?
ja, ik ben er wel een beetje tussenin gaan zitten. Maar afgelopen zaterdag ben ik bijvoorbeeld voor het eerst in de competitie 4-3 gaan spelen. Ja. Dat is iets waar ik achter sta. En nou, ik vond dat we heel weinig creëerden. Ik vind dat de veldbezetting in 4-3 goed klopt. En daar moet je dan ook wel weer de spelers voor hebben. Dus ik heb nu een middenvelder in de spits gezet die dat prima doet. Maar ja, je kan je eigen speelstijl heel erg doordraven. Maar als je niet wint, ja, dan ben je dan wel goed bezig. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waar ik mee bezig ben. Het is je eerste seizoen bij ASWH. Hoe snel moet het allemaal gaan voor jou? Want jij hebt ook de droom profvoetbal, zoals veel trainers. Denk jij al aan over 5 jaar in de Eredivisie werken? Of moet het zo snel niet gaan? Ja, het zou mooi zijn als het zo snel gaat. Alleen ja, de voetbalwereld is heel apart. Dus ze vragen nu wel eens aan mij van hoe gaat het bij ASWH? Nou, ik ben de eerste die zegt dat het een geweldige club is. Ik heb het enorm naar mijn zin. Rij met een glimlach elke keer 1,5 uur heen en 1,5 uur terug. Inmiddels door de files. Alleen het is wel de voetballerij. En ik ontvang... En ik voel heel veel rust en vertrouwen. En ze zijn heel erg tevreden over mij. Maar het is nog steeds de voetballerij. Dus ja, misschien dat ik volgend jaar toch weer ergens anders zit. Of een stapje terug moet doen. Of met ASWH of weer terug naar het Zeelse moet gaan. Dus dan vind ik het niet realistisch dat je zegt van ja, over 5 jaar zit ik in de Eredivisie. Dat zou wel natuurlijk mijn droom zijn. Alleen ja, ik weet ook wel hoe het werkt in de voetballerij. Ik ben hartstikke jong. En laat ik nou maar eerst dit soort dingen leren. Want ja, ik zeg net dat ik in 4 maanden ontzettend veel geleerd heb. Ja, ik hoop dat ik over 5 jaar niet zeg dat ik in 4 maanden heel veel leer. Dus eerst even het rugzakje vullen. En dan zien we vanzelf wel waar ik uiteindelijk terecht kom. Ja, hoe het is om in een andere omgeving te werken. Want dat geldt voor jou, dat geldt voor Lieven. En Saïd heeft ook een België en Nederland ervaring. Wil ik het straks nog even hebben. Maar we gaan eerst verder met onze prijsvraag. Want vorige week werd er een vraag gesteld door Marten Kroo. En hij geeft nu het antwoord. Vorige week stelde ik jullie de vraag bij welke clubs in het seniorenvoetbal ik allemaal heb gespeeld. FC Douwendalen, VV Goes en natuurlijk het niet te vergeten jaar bij VC Vlissingen. Dus VC Vlissingen was het goede antwoord. Veel inzendingen deze week en de winnaar komt uit Stavenisse. Matthias Moerland, gefeliciteerd. Het Omroep Zeeland verrassingspakket komt naar jou toe. Tijd voor de nieuwe vraag, gesteld door Daniel van der Waal van Oemoemenoe. Voor mij is rugby fanaat en de spelregels van rugby... best makkelijk, ik denk voor jullie niet. Ik heb een prijsvraag van de week voor jullie. Hoeveel punten krijgt een team als ze een try scoren? Nou, weet jij het antwoord? Mail dan naar de derde helft@omroepzeeland.nl. Zet je naam, je adres en je woonplaats erbij. En dan ben jij misschien volgende week de winnaar van dat verrassingspakket. We gaan het hebben over zaalvoetbal. Want Saïd Bouzambou uit Oost-Soeburg is international in die tak van sport. En liep afgelopen maand met Oranje dus de WK-kwalificatie mis. Saïd, is de kater al een beetje weg? Ja, inmiddels wel. Maar ik moet wel zeggen dat ik er een aantal dagen mee heb gezeten en... Ja, dat het vooral de eerste paar dagen best wel zwaar was. Ja. Ja, we kunnen even kijken naar wat beelden van jullie wedstrijd tegen Roemenië, het thuisland. Hier zien we dat. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Dit is een schotje van jou. En straks zien we jullie enige doelpunt in die wedstrijd. 1-1 werd het. Ja, zat er eigenlijk wel meer in of waren die andere landen gewoon te sterk? Nee, er zat absoluut wel meer in. Vooral de laatste wedstrijd waarin je gewoon 3-0 voor staat. Waar je eigenlijk moet uitbouwen naar 4-0, 5-0, eventueel 6-0. Ja, en je maakt de kansen zelf niet af. En dan weten we hoe het in het voetbal gaat, dat de tegenstander het wel doet. En dan komen ze uiteindelijk terug tot 3-3. En dan is alles eigenlijk voorbij. Ja, je bent de afgelopen jaren een aantal keer naar Indonesië geweest om daar te voetballen. Nu speel je op het hoogste niveau in België bij Malle Beersen. Ja. In hoeverre is het werk voor jou? Want je bent er ook een hoop tijd aan kwijt. Ja, inderdaad. Veel tijd in de auto natuurlijk en met voetbal bezig. Maar net wat Rogier eigenlijk daarnet zei, als je heel veel passie hebt voor de sport... En je plant ook goed, wat Lief ook eigenlijk al zei. Je plant gewoon heel goed en je doet het met alle liefde... Ja, als je dat gaat combineren, ja, dan moet dat allemaal wel goed komen. En dat doe ik al, ik denk, 7, 8 jaar op deze manier. Dus voor mij loopt het gewoon allemaal goed. Ja, maar je speelt ook nog op het veld bij VC Vlissingen in de eerste klasse. Ja. Is dat te combineren? Want ze hebben het wel eens over van, mogen veldvoetballers in de zaal voetballen? Maar andersom zou je natuurlijk ook die vraag kunnen stellen. Ja, kijk, net zoals wat ik net al ervoor zei, van ik doe het al 7 jaar of zelfs langer, voetbal en zaalvoetbal combineren. En wat ik al zeg, of wat ik al eerder heb gezegd in het verleden, van het vult elkaar gewoon goed aan, vind ik. Kijk, sommige mensen zeggen van dat gaat niet samen, ik vind van wel. En als jij gewoon heel goed voor je lichaam zorgt en je plant gewoon heel veel dingen gewoon goed. En tuurlijk moet je een keer een training laten schieten of een wedstrijd laten schieten.
Maar ik heb zoveel liefde en passie voor beide sporten en ik doe het allebei gewoon nog heel graag. Ja, dan lukt dat gewoon allemaal. Ja, dus, lief, en bij jou in de selectie zit ook een uitstekende Zeeuwse zaalvoetballer, Abdou Abdembi. Ja, van Hoeken mag het niet, hè, combineren? Nee, klopt. Ik denk dat het fysiek wel mogelijk is. Maar wat gebeurt er als een speler zich bijvoorbeeld blesseert in het zaalvoetbal en die wordt eigenlijk ook een fix stuk betaald door het veldvoetbal en dan kan je daar niet gaan aantreden. Ik denk dat dat een beetje dansen is op een slappe koord eigenlijk. En om die zaken te vermijden kan je als club de knoop doorhakken en zeggen van oké, we staan het niet toe. Dat is maar hoe je overeenkomt met je club, denk ik. Ja. Bij Hoek ligt het misschien ook iets anders, omdat jullie op zaterdag spelen. Kijk, wij voetballen dan op zondag. Dus dan zit er net weer een rustdag tussen. Ja. En wij trainen 2 keer met onze veldclub. En jullie trainen volgens mij 3 keer. Ja. Dus dat is die situatie is zeg maar iets anders dan bij Hoek, dan bijvoorbeeld bij Vlissingen. Ja, Rogier, jij kent Saïd natuurlijk ook en zijn broer Hoesijn. Hoesijn zei wel eens tegen mij, ik heb het afgelopen jaar 80 wedstrijden gespeeld. Is dat bevorderlijk voor een voetballer, denk jij? Hoe kijk jij daarnaar? Ik weet hoe zij met hun sport omgaan en met hun lichaam. Dus dat kan. Want volgens mij speelde Daley Blind vorig jaar bij Ajax ook 70 wedstrijden. Met al het reizen erbij. Dus het is een eeuwige discussie. Hè. Moet je als veldvoetballer in de zaal voetballen en andersom. Je kan je afvragen, top derde divisie of in het geval van ASWH nu tweede divisie. Ja, dan wordt het bijna semi-prof. Dus dan kan je als club daar wel een statement in maken. JVOZ, ik vind het alleen maar goed dat ze extra gaan voetballen nu in de zaal. Want ze spelen niet meer buiten. Dus dat zijn extra trainingen. En ik had met Goes vorig jaar met Raymond de Vlieger, dat jaar daarvoor eigenlijk al wel eens de discussie. Of niet de discussie, maar meer het gesprek van ja, wij trainen op vrijdag. Dus als je als basisspeler structureel een training mist, ja, hoe is dat dan richting de andere jongens, weet je wel? En dat snapte hij wel. Dus blessuregevoelen, volgens mij valt het heel erg mee. Volgens mij zijn er heel weinig zaalvoetballers geblesseerd. Ja, bij ons, het valt ook bij Vlissingen, zeg maar, al jaren zijn degene die, zeg maar, die in de zaal voetballen altijd degene die het fit zijn, die voorop lopen bij de piepjestest, die in de laatste fase van een training toch nog die extra meters kunnen maken. Dus dan helpt het juist? Ja, vind ik wel. En tuurlijk, kijk, een blessure bijvoorbeeld in de vorm van een tackle of zo, ja, dat kan altijd gebeuren, maar dat kan ook op het veld gebeuren als je traint op het, op het veld, zeg maar. Dus ja, in die zin kan dat altijd gewoon gebeuren. Heb jij de droom nog om naar een echte competitie, in het echte topcompetitie in het buitenland te gaan? Want Indonesië en België zijn natuurlijk prachtig, maar er is nog hoger, hè? Ja, tuurlijk. Nee, die droom die staat nog altijd. Spanje, Brazilië, Portugal, dat soort competities. Dat zijn de beste competities van de wereld. En ik blijf dromen, daar ga ik niet mee stoppen, totdat ik echt zeg van ik stop ermee, ik stop met voetballen zeg maar helemaal. Maar zolang ik nog kan staan op 2 benen, dan blijft die droom nog wel. Je hebt 47 interlands gespeeld, wel eens een belletje gehad uit dat soort landen of dus nog niet? Ja goed, vorig jaar wel heel dichtbij geweest, mijn transfer naar Italië, uiteindelijk werd dat niet heel erg concreet en dat was gewoon een beetje lastig voor mij. En ik zie het wel wat er nog gaat gebeuren. Ik doe gewoon mijn best. Ik blijf mijn best doen binnen de lijn. Ik doe gewoon mijn ding. Ik blijf doelpuntjes maken. En dan kijk ik wel of er wat op mijn pad komt. Ook in het zaalvoetbal weet je het natuurlijk nooit. Yes, ja, dat is zeker waar. Wij gaan kijken naar onze razende reporter Frans van Pagé uit Ierseke. Staat elke week langs de lijn bij voetbalwedstrijden. En is deze week natuurlijk ook weer op pad geweest. En het moment van deze week komt uit de jeugdwedstrijd van het combinatieteam van Wolfhardsdijk. Colijns plaatst de boys JO17-1 tegen de Beverlanders. Dit is een schot van de Beverlanders en die gaat er geweldig in. Niels van der Maas is de doelpuntenmaker. Hij scoort de 1-9. Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in een eenvoudige 1-10 overwinning voor de ploeg uit Kampeland. Mede dus door deze goal van Niels van der Maas. Ja, hij zit er mooi in. Lieven, als Hoek dat in die komende 3 topduels in de derde divisie ook gaat doen, dan komt het wel goed, hè? Ja, ik vrees dat het niet zo makkelijk zal zijn als op de beelden daar. Maar we hopen op een sterke prestatie in die 3 wedstrijden. Het zou wel eens een kantelmaand kunnen zijn, ja. Ja, want in de winterstop weet Hoek wel echt waar het staat, denk ik, hè? Goed, dan zijn er nog, want die competitie duurt verschrikkelijk lang, vind ik. Ik zag 23 mei of zoiets. Dan duurt ze nog wel 5 maanden, dus dan zijn er nog wel wat punten te halen. Maar ik denk, die topwedstrijden zijn eigenlijk 6 puntenwedstrijden. Die mag je niet verliezen.
Het wordt een belangrijke maand voor Hoek, ook voor ASWH en voor de zaalvoetballers natuurlijk ook. Genoeg op het spel de komende maand in het voetbal. Wij gaan het natuurlijk allemaal volgen. Dit was de derde helft voor vandaag. Ik dank de gasten voor de komst naar de studio en u voor het kijken. Graag tot volgende week en voor nu nog een hele mooie avond.